Ik hou wel van pijpen. Ik hou heel erg van pijpen. Hallo buismenterders. Welkom. Ben je nu al begonnen met je video? Ja. What the fuck, ik zat nog niet eens klaar. Dat hoeft toch ook niet? Oh, hallo. Dan denk ik dat we op een bank zitten en lekker cancel. We zijn de bankzitters. Ja, nee, gewoon cancel. Gewoon lekker relaxed. Maar Joost, wie is welk karakter? Nou, laten wij dat even laten zien door middel van de dobbelstenen gooien. Het is al in beeld. We zien al lang wie... Kijk, ik ga als... Godverdomme, ik heb 1 gegooid. Ja! Ik wilde eigenlijk allemaal mooi op een rijtje doen, zodat het heel duidelijk was wie was. Maar het staat al in beeld, Link had gelijk. Ja. Ik begin, dus ik verlies. Dat vind je helemaal raar aan doen, Joost. Ik ben Joost, weet je wat nu ook in beeld is? Kut geschreven staat, zo. Ah, hij stond toch gewoon goed? Ja, hij staat nou wel goed, ja. Joost, weet je wat nu ook in beeld is? Een T-Rex. Wow. Hij is gevaarlijk. Met een frikandelbroodje. En een patatje. Hey jongens, ik ga gooien. Waarom ga je met een normale spelen we trouwens? Ja, we spelen Mario Party. Super Mario Party. Na het succes van aflevering 1 zijn we weer terug met Super Mario Party. Ja, en mijn video staat in de beschrijving. Dons video staat in de beschrijving. Welke video dan? Don, heb jij Mario Party gedaan? Uiteraard. Oké, ik ga... Dat betekent dat we hier nou nog aan moeten doen. Oh. Nee, ik doe het wel een andere keer, mannen. Maar het lijkt me wel een keer gezellig om te doen met jullie. Ja. Je mag gewoon, je bent er nou toch. Gewoon lekker makkeren. Ik zeg niet dat het erg is. Oh, waar ga je heen? Helemaal kut. Ja, waar is nou dat überhaupt? Ja, links. Op de Ja. Oké. Oh, dan sta ik gelijk op nog 1. Oh nee. Nee, dat wordt niks. Maar waar is de ster überhaupt? Ja, links op het Ananas-eiland. Dus je bent nu weer verder weg van het... Ananas? Ik hou niet van ik ga met jou mee, Don. Hé jongens, wat is ananas in het Engels? Ananas. Pineapple. Ja. Maar ook gewoon, de hele wereld zegt een of andere variant van ananas. Ja. Wij zijn Amerika. Pineapple. Pineapple. Ja, dat is al waar. Ja, dat is ook met Nederland zo. Ja, wij zeggen vlinder. Ja, ook met bomen. Dan heb je tree en dan tray en dan weet ik het allemaal wel. Dat is ambulance. Krankenwagen! Ja, Duitsland. De Duitsers komen! Maar dat is gewoon ziekenwagen, wij zeggen ook ziekenwagen. Ja, gewoon ziekenwagen, ziekenwagen. Ambulance. Ambulance. Jongens, we gaan onze eerste minigame spelen. En wie is Shaya? Je moet een gezicht maken, Don. Ben je daar goed in? Ik kan wel gezichtjes maken. Doe eens even mooi. Heel goed. Oké, iets minder... Ja. Zoiets? Ja. Iets minder onder. Nee, is mooi, ik voel deze. Ja, ik voel hem ook. Ja. Mag jij ook wel voelen? Juist. Dit is wel compleet beter. Op zijn wenkbrauw. Oh, kut, sorry. Oh, we zijn weer verder. Oké, nog een stukje onderdenken. Een stukje terug? Dat is prima. Ja, maar doe maar verder. Een klein stukje naar links, toch? Oké. Doe je meer naar links? Nee, dat is prima. Oh my god, we zijn nog naar beneden. Die schaduw is niet accuraat. Nee, maar dat maakt niet uit. Iets meer naar rechts. Ja. Nee, een stukje naar rechts. Iets verder onder. Zo, ja. Zo. Nou, dat is een boos. Wij hadden hem heel goed. Wij hadden hem goed. Dat is echt kut. Oh, die ogen. Ja, onze oogjes hoor. Nu mogen we ook in-game high-five. Ja, we moeten ook in-game high-five, ja. Nee, dat mag niet. Stop. We hebben het al gedaan. We hebben die 2 Hallo, ik wil jou high-fiven. Kom hier. Kom hier. Je moet even high-fiven. Ja, high-five denk ik. Kinderachtig weer. Vanaf nu is dat hoe high-fiven, jongens. Jullie hebben het bij deze besloten. Oh, maar we hebben wel 2 puntjes. Deel de eerste plek met Duncan. Je weet toch? Ja. Duncan. Hé jongens. Sommige pest. Ik ga dit doen. Nee, doe niet. Ga je met de show? Ja, maar dan weet ik 100% zeker dat ik niet in de buins ga. Ah, dat is wel slim. Ja. Maar waarom kom je niet even in de buins? Oh, je kon ook een klavertje pakken. Nee, dat wil ik helemaal niet. Oh, dat is een lekkere, Joost. Die is wel lekker, ja. Ik ben hier wel blij mee. Ja, snap ik wel. Maar het is toch ook degene die de eerste ster pakt verliest? Ja, dat dachten we dus ook met potje met Duncan. Nee, de persoon die altijd als derde mag gooien. Die wint. Ja. Oh, daar. Hey, ik heb gewonnen. Bedankt voor het kijken. Nee, nu klikt iedereen weg. Wat zal ik eens doen? Ik zou naar boven gaan als ik jou was. Ja, ik ga even kijken wat hier is. Boven is fucking verdedig. Kijk, als je op het uitroeptekentje komt, ben je fucked. Dan ga je weer terug naar de start. Dus dat is niet handig. Nou, op zich is dat wel handig, want... Dan kan je terug voor die ster. Ja, maar waarschijnlijk ben ik eerder bij de ster. Dus hij kan beter daarin gaan. Nu kan je een ally pakken. Is het niet gewoon... Buddy. Kom ik er hier dan tegen? Ja, dan kom je op die ally. Oh, dat is een goeie. En bij die dozen kan je een kans krijgen om een ster te stelen van iemand. Maar je hebt ook kans... dat je wordt gechompt. Ja, ik kan ook gechompt. Ik hou ook wel van chomp. Nee, dat is geen chainchomp, dat is een piranha. Chompabinho's. Oké, in 3, 2, 1. Ik ga voor de mol. Nee, Don, dat doe je niet. Dat is wel echt de ultieme combinatie. Oh, zo. Dat zat ernaast. Je bent echt even een Koompa die je kan krijgen. Dat is een Koompa Loompa. Ja, die van hem is wel waardeloos volgens mij. Ja. Ik zag wel een 10. De laatste 10 van allemaal. Dat is weinig of veel. High reward, high mistake. Zal ik eventjes... Ik heb zo'n goede tactiek. Wat is je tactiek, jongen? Luister goed, hè. Ja. Wat nou als ik gewoon mijn special dice gebruik, dan kan ik niet door de pijp in gaan. Nee, dat is mijn idee, joh. Nee, fuck jouw kut tactiek. Nee, je houdt wel van pijpen. Oh. Volgens mij houdt Link wel van pijpen. Ik wil gewoon lekker pijpen. Volgens mij zit er echt zo'n joch op zo'n bank, weet je. Dude, tablet. Wat doe je nou? Mijn moeder in de keuken hoort opeens... Nee, ik wilde gewoon pijpen. Oh, jij wil een sterretje gaan plaatsen. Wel. Ja. Ja, oké. Weet je? Smart moves. Ja, ik denk, ja, nou, weet je. Op zich, je had hem nog in kunnen halen. Ja, maar ik had sowieso ook geen genoeg muntjes. En... Duncan blijft aan deze kant van het eiland. Hij weet dat als jij daarna de ster hebt gepakt, dan komt hij weer terug op dit eiland en... Oh. Ja. Ik heb een ander idee, Joost. Okay. Ik heb een heel ander idee. Hij gaat gewoon de ster pakken. Nee, ik ga niet voor de ster. Hij gaat het ijsje laten smelten. Gewoon iedereen weet dat de persoon die als eerste de ster pakt verliest, dus niemand wil de ster pakken. Joost, nog niemand heeft gezien hoe je het ijsje laat smelten, dus daar moet je voor gaan zorgen. Ja, maar dat lukt. Je hebt hier eerst gewoon blijven lopen daar. Ja, oké, we gaan alleen maar daar rondjes lopen, is heel goed. Zo als ik allemaal gewoon één eiland nemen. We gaan klimmen, mankers. Ik hou wel van klimmen. Gaan we. 3, 2, 1, go, klim! Oh, ik ga gelijk al helemaal bad. Hallo? Wie? Wie? Boe! Boe! Ja, ik sta stil. Ik stond stil. Ik eis dat jullie allemaal het alfabet in de chat zetten. Wat? Maar dat is zo kut. Dan ga ik denk dat Boem gaat pakken. Kijk, dat is gewoon zo'n tankie. Dat is die pauze tanker. Yo, ik zat zo en zat ik dus volgende keer op te klikken. Ja, heel kut. Schemer. Sorry jongens, ik deed het niet expres. Ik vind het niet leuk. Nee, ik ook niet. Nee. Ik stem voor om Link even gewoon 1 beurt over te laten slaan. Oef. Ja. Oef. Weet je wel? Je kan niet een beurt overslaan volgens mij. Jawel. Gewoon 0 gooien, gewoon met opzet. Ja. Ja, maar dat kan niet. Rigged. Jawel, ik kan wel 0 gooien. Allemaal RNG. Riggedy, maar ik heb min 2 muntjes, dat is wel jammer. Hey, jongens, daar gaan we. Riggedy. IJsje. Oh, hij gaat echt voor dat sterretje. Ja, tuurlijk. Volledig. Maar de eerste persoon die de ster pakt, Joost. Ja, dat is niet erg. Denk er nou aan. Nee. Dan doe je een normale lijst. Nee. Ik wil geen 4 gooien. Dat had je inderdaad niet gehaald. Helemaal prima. Oh. Heel goed. Weet je, dit is gewoon calculated. Ik wilde gewoon die ally, want ik wist dat ik niet in één keer kon halen. Jij mag niet de stinkmol hebben. Oké, dat is Johnson. Johnson? Wat nou weer? Miyamoto opeens persconferentie. Ja jongens, we hebben een besluit genomen. Yoshi gaan we renamen naar Johnson. Heel kut. Johnson. Oké, wacht. Dus ik kan ook zijn dice gebruiken? Ik wou zeggen, Miyamoto draait om in zijn graf, maar hij is nog niet dood. Fuck it, I'm going for it. Als hij in zijn graf ligt, draait hij meteen om. 1 op de 6 op 10. Gooi 3. De koe. 4. Volgens mij dan weer terug. Wat? Groen! Ja, groen is wel Luigi, hè? Ik ga wel groen. Maar wat zit er in die ander? Ja, zo'n... Dan kan je ster stelen of muntjes. Of muntjes stelen. Ah. Weet je wel, de lekker toe. Die waren ook in die andere level. Ja. Luigi heeft maar 6 munties. Ik heb lekker itempie gebruikt. Waarom zou je? Ja, je kan doorlopen naar dat andere eiland. Pak gewoon nog een ally. Ik zou gewoon 7 gooien. 7, waar is mijn ook een bord ook weer zien? 7, alles geven. Kijk, oké, Link. Als je 7 gooit, dan kom je waarschijnlijk weer terug. Op een van de dingetjes. Link. En als je 0 gooit, dan ga je er weer in. Ja, gooi 5 voor de ally. Is dat 5? Ja, oké. Ja, dat wilde ik even weten. Je hebt een dice waar 2 keer 5 op staat. Ik zou het maar ik kan ook terugkomen daardoor. Take a chance. Je hebt 4 van de 6 kans dat je teruggaat. Of dat je iets goeds hebt. 4 van de 6? 4 van de 6. Godverdomme. Kijk, nu ga je terug. Ja, maar dat wil ik helemaal niet. Oh, ja, dat is kut voor je. Ja, weet je, dat je dat wilde. Maar als je 5 had, had je een ally. En als je 7 had, dan had je gewoon goede progressie. Ja, maar dat heb ik toen toch niet? Ja, maar dat is de risicolink. Ja, fuck jou gewoon dan ook, hè? Ja, fuck jou gewoon. Nee, fuck jou. Nee. Maar hoe ver moet ik naar de 10? Oh, fuck jou, hè? Hey, fuck elkaar? Uiteraard. Daar moet de hand op geschud worden. Gooi 8, gooi 8. Hey, je kan je muur schudden en dan dominant al. Ik wil de linkerhand schudden. Ja, weet ik. Schud even samen. Dat kan, sorry. Doe even. Oh, wil ik... Jongen, schud nou gewoon die van. Heel verkeerd. De duim zat door je vinger heen. Heel fijn. Door je vinger. Door je vinger. Gadaboom. Kut. Hey, welkom. Is dat nee, dat is ook 6. Dus ja. Dan gooi je ook een ally. Ja. Ik heb ook een ally. Ja, maar dat wilde ik wel. Wat als hij die in de mol pakt? Hoeken. Oh. Ja, allemaal om die mol heen. Ik zie ook echt voor me dat ik dan weer die mol gedaan heb. Ja. Krijg ik Bowser de man die hem het meest haat. Ik ben best wel fan van Bowser. Hij gooit 9. Maar dit is Bowser Jr. Ja, hij is kut. Okay, hij wel heeft Peach kut ontvoerd in Mario Sunshine. Echt. Elke Mario al. Spoilers! Mario Red Peach. Zal ik een nog grotere spoiler zeggen? Wat dan? Ik heb een screenshot gemaakt. Godverdomme. Jongens, kunnen we even lachen voor de foto? Nee, ik bedoel in de game. Oh. Oh. Kijk, draai even om. Hier, zie je? Oh, ja, oké. Okay, ja. Ik had geen idee wat je bedoelde. Ja. Hé hey joh, Shy Guy, rot op. Ja. Ik heb nog 0 munten. Heel goed. Rot op, ik wil munten. Ik zie niks. Oh, ik val eraf. Ik zag niks. Ik zag ook niks. Heel kut. Hey. Hit connect. What the fuck? Ik heb nog steeds 0. Huh? Ja, ik heb er 2. Hell yeah. Oké, daar ga ik. Complete inschattingsfout hier. Maar oké, hij landt die kant op. Ik ga eindigen met 0. Waar zijn die sterren? Ja, de Shy Guy. Oh, 1 muntje had je. Ja, dat maakt niet uit. Maar het is heel goed. Kijk hoeveel wij hebben geleken de rest. Ja, en ik was er nog 1 keer afgekukeld, hè? Ja, moet je nagaan. Heel goed. Ik had 2 munten. Nou, die hele rit. Hoe vond jij dat dan? Ik zou er eigenlijk 10 hebben. Maar? Ik werd 1 keer gehit, dus min 3. Oh, vervelend. Dat is heel vervelend. Hey, het is wel een Mario feestje, weet je. Ik hou wel van feestjes. Het is wel gewoon een lekker feestje. Waar is mijn bier? Ja, heb je een paar rakkers? Ik heb wel wat rakkers. Ze staan alleen niet koud. Ja, maar dit er staat 1 rakker koud. Dus zet die andere 3 dan ook even koud. En dan moet ik eventjes naar de kast en dan moet ik ze even koud leggen. Ja, maar ben jij nu aan de beurt? Ja, ik ben aan het lopen. Ik koop even een oude pik-out pijp. Ja, maar als jij dan niet meer aan de beurt bent, dan moet je even gewoon een rakkertje erin. Oké, dat kunnen we wel even doen. Daar kunnen we voor zorgen. Ja, zodat we gewoon zo direct lekkere koude rakkers hebben. Maar gewoon als ronde 7 is. Link, dit wilde jij, hè? Je wilde hem warm maken. Ja, maar ik wil weten wat er gebeurt als het ijs smelt. Ik wil geen spoilers voor jullie horen. Nee, ik weet het ook niet. We weten het niet. Hey, ik heb een pick-out pijp en een ster. Nou, Joost. Nou, hij heeft er dus al meteen 2. Ja, eigenlijk wel. Pretty much. Ja. Heel kut dit. Joost, je bent echt goed in het spel. Dankjewel. Joost gaat winnen. Nee, want ik begon. En ik heb ook eerst een ster. Joost gaat winnen. This is against the rules. Nee, maar dit is volgens mij echt gewoon een map waarbij je echt dik kan snowballen. Ja. En je kan snowboarden. Nou... Wanneer gaan we snowboarden met z'n allen? Dat is eigenlijk wel leuk. Ja. Ik kan niet snowboarden. Maar ik ga daar wel skiën. Ja, maar dat mag, Joost. Ja, maar dat werd niet gezegd. Nee, we gaan snowboarden. Zouden we gaan snowboarden? Indoor skihall in Nederland die deze video kijkt. Mogen wij gratis bij jullie snowboarden? Oh, Joost. Hé, dat is op mijn pad. Ouwe. Jij bent er net voorbij, toch? Ja, ik ben er letterlijk net voorbij. Dus weer op hetzelfde stink. Ik ga mijn pick-out pijp niet eens inzetten voor deze. Helemaal prima. Ouwe, what the fuck. Jezus, man. Komt u maar. Spelen. Dit is wel echt rigged. Ik sta er goed voor, dames en heren. Maar ik ga even een biertje koud zetten. Ja, doe dat. Ik heb... Hou mijn video afgesteld, jongen. Ja, komt goed. Hier is er een geëdite Joost. Waarom mijn hoofd? Nee, ik bedoel, hier zijn we een dikke vlak. Ja, oké. Er zit een nieuwe Joost. 6 en een Koenpa. 8. Leffen is, ja. Wat? Waarom gaat die homo er nou weer langs? Je komt ertussen. Je moet erop eindigen, op die uitroeptekens. Oh. Okay, waar eindig ik? Kom je op een blauwe. Ja, als je op de brug dan ben je veilig. Gaat. En je kan ook links op de brug gaan. Pas wel op voor de brug, hè, Don. Er gebeuren altijd je controller. Nee. Joost. Ik ga gewoon over de brug. Ook al gebeuren de nare dingen op bruggen. Hele nare dingen. Je kan de brug overleven. Je eindigt op een blauwe. Ja, daarom. Oh. Nanny! Kijk eens aan. Waarom zit er nou zo'n onktopunt daar? Ja, die zit lekker te onktoen. Je pas op voor de brug. Ja, pas op voor de brug. Er worden nare dingen gezegd op bruggen. Ja, echt hoor. Oh. Oké, maar dan wil ik eigenlijk wederom gewoon weer... De pijp in, maar dat kan niet. Oh, dan moet je min gooien weer. Ja, oh, ik wil dit je hebt wel de munten. Gebruik het item, Link. Als je dan 7 gooit, dan heb je hem gewoon dik. Oh, je moet ook 7 gooien. Kut! Ouwe, als je hem had gebruikt, dan heb je een ster. Echt? Ja. Je moet 7 voor de ster. Nu ga ik wel weer... nu ga ik wel de pijp in. En hier... Wat? Kijk eens waar je... Oh, laat maar. Oh, de onkte... Oh, de brug. Weer zo'n brug, hè? Gebeuren nare dingen. Oh, wat? Hey. Hallo. Oh, dit is wel Joost, ik liep net over een brug en ik slipte bijna. Auw, je had nog bijna de sterren. Je had gewoon één... als ik gewoon mushroom had gewaaid, had ik de sterren inderdaad. Maar heel jammer. Ik had daar niet naar gekeken eigenlijk. Johnsy staat ook op mijn plek. Wacht, nee, Johnsy is mijn ally. Is jouw ally, ja. Ja, sorry. Johnsy. Ja, jongens, de laatste turn, turn 10 van de 10, gaan we de beamsjes te pakken. Beamsjes? 4. Hier ben ik niet ontevreden mee. Nou, eigenlijk moeten we iets eerder pakken al, hè. Moet je niet 8 hebben om te halen? Pikkie papi. Maar ik wil er gewoon een pijpje hebben. Pikkie of ik wil op de lucky spot eindigen. Ja, want ik heb niet genoeg om een pijpje te halen en de ster. Dat is waar. Dus ik kan maar beter gewoon strategisch spelen. Oh, mijn ijsie! Oh, nog 2 keer. Nog 2 keer. Snel. Nog 2 keer? Ja, hij doet nu een halve. Waarom heb ik echt zo'n vermoeden dat er gewoon een ster daarin zit? Dat zou best wel kunnen. Gaan we voor een item? Ja. We gaan voor de Zandbrug. De brug is gevaarlijk. Ik blijf hier. Zandbrug. Maar wat nou als je er straks niet meer afkomt? Ja, dan moet je met de pijp. Ja, maar als je de pijp elke keer mist. Dat is kut. Ja. Dan smelt hij wel heel snel. Ja, maar ik heb een pijp. Ja. Hey, ik ben net op tijd terug voor de main game. Ja, main game. Lit potato. Oh, ik wilde bijna zeggen cruising for bruising. Ja, maar het vlees moet ook gaar zijn. Dat is de enige weak point van Link. Ja, vlees. Niet zo goed met vlees. Kom op nou, vleesie. Ik doe het kut. Ik doe het ook kut. Hij kwam bij mij uit. 1365. Hij kwam bij mij net niet uit. Hapenkeetje. Lekker hoor. Zeg maar, hij draaide bij mij net verkeerd om, want ik een grote flip moest doen. Mijn laatste kantje, of mijn één laatste kantje. Ja, oké, dit is hem. Oh jezus. Link is hier echt niet goed in. Rustig met dat kijk, ik wilde hem zo graag gooien, maar ik dacht bij mezelf, dit is niet mijn controle. Weet je wat jij gewoon eens een keer moet leren? Gewoon even, mama tijger, leert u mij eens even vleesies te flippen. Begin met een hamburger, die heeft maar 2 kantjes. Daarna kun je met tijd ook een ander soort vlees aan het flippen. Ik ben zo boos van dit spel. Snap ik. Alleen dat minispel, voor de rest vind ik alles prima. Maar gelukkig zijn er geen vierkante hamburgers in de wereld. Nee, maar dit was ook geen hamburger, kut. Gelukkig zijn er geen vierkante spankronk in de wereld. Ja, maar waarom maak ze niet gewoon even planties? Weet je, dan gaan we zijn ook sneller klaar. Ja, maar weet je hoe dat heet? Beat your meat. You gotta beat your meat sometime. Je moet 4 gooien. Je dice, Joost. Je dice. Kan je er nog een ally hebben dan? Ja, maar oké, ik vind het wel riskant. Want er is 1 op de 6 kans dat ik 0 gooi. Ja, maar als je 1 gooit, dan red je het ook niet. Joost. Kom op. Nou, Jezus, je bent echt een badje, jongen. Maar dan kan je, als je dan 0 gooit, dan heb je nog steeds 3. Ja, en dan ga je weg. Lekker mooi! Nee, ik heb een ally. Oh, goed. Ik zei wel lekker. Kijk, dit is het beste wat ik kon hebben, want ik wilde op die ally spot landen. Oh my god. Dit is de perfecte, Ik dacht echt dat je hem niet had. Zie je? Dit was een goede keuze geweest. Als ik 0 had gegooid, was ik fucked. Jezus man. Fucking hell, hè. Nu hoop ik gewoon dat je de mol krijgt en de game verliest. Ja. Hey, mol is jouw mattie. Ja, is mijn mattie, niet jouw mattie. Omdat het zijn mattie is, gaat hij jou saboteren. Ja, geef me een flinke honk zometeen als ik die mol was. Even de voortanden even scheef mappen. Gadverdamme. Had hij nu een help bij nou eens rechtsboven. Ja, waarschijnlijk. Oh nee, steek erin. Daarheen. Waar was jij net toch? Ja, hier was ik net, maar ik ben de brug overgegaan. Nooit de brug overgegaan. Jij moet leren van je mede-collega's. Gaan we weer. Hij gaat voor de molman. Komt u maar. De Monty Daisy. Mijn tanden zijn nog een ronde veilig. Hoeveel? En dat heb je nu 2? 2. Jezus, Joost. Joost gaat gewoon vreemd. What the fuck. Sorry, Nick. Zo, 3-3 en 4-4, dat is gewoon chill. Ja, prima. Zo, relaxed, mate. Prima blokkie. Wat zullen we doen? En 1 kan je niet gooien. Ik kan niet 1 gooien, nee. Nee, dat kan je niet. Bada bing, bada nothing. Yahoo! Nee, dat is je broers uitspraak. Oké. Ja. Nee, maar ze doen beide Yahoo. Ja, oké. Als je trouwens 2 keer op die uitroepteken komt, dan krijg je ook een ster. Ik verwacht een blokkie. Never happened. Never happened before. Never ever ever. Link, ga even terug. Doe even min. Gooi min 2. Ik ga even een item gebruiken. Geen min 2? Nee, geen min 2. Nee, min 2. Zijn trouwens die bonussterren? Zijn die altijd hetzelfde gecategoriseerd? Nee. Oké. Het zijn altijd randoms. Ja. En dit keer krijg je nog 2 omdat het geen 20 turns zijn. Dus je kan wel strategisch spelen voor een bepaalde bonusster. Ja. Maar dan heb je altijd nog de geluksfactor of daar een ster voor wordt uitgerekend. Juist. Oh, dat gaat... Nee. Ik ken wel ook dat mega blop parma blop. Een rondje gelopen, Link. Ja, lekker rond hier. En nou, ik ben weer terug. Yes, that's what I want. Oh, ik ben al 0 keer op een blauw iets geland. Alleen nog maar... Ja, en alsnog heb je tering veel munten. Ja, maar dat komt door die minigames. Behalve dat tegenspel met stomme vleesje. Ga je niet eens pick-out pijpen? Ik zit erover na te denken. Ja, pijp gewoon even, joh. Waarom niet? Je houdt gewoon pijpen. Ik heb een idee. Wat is je idee? Ja, maar ik weet niet of het werkt. Ik zit te denken van, kan ik nog een oude pick-out pijp kopen in de shop? Want je hebt die in een gouden blok nog. Ja, je kan inderdaad nog eentje kopen. Of die gouden mushroom heb je nog. Plus 5. Ja, je kan een plus 5 en hoog gooien en nog een pick-up pijp kopen. Wacht, even kijken hoor. Hoeveel moet ik gooien? 6 voor een ally. 7 voor een lucky space. 9 voor een pick-up pijp. 9 moet wel lukken. Ja, dat moet wel lukken. Ja, dan kan je ook gelijk als je helemaal goed hebt de brug over. Je hebt ook een ally, hè? Ja. Ik ga voor deze. Je gaat niet eens je gouden mushroom inzetten? Nee. Fuck jullie. Oké, dit is gedurfd. Heel kut. 2. En hij gaat dan allemaal. 2. Ik ga door de pijp. Hey, maar dat is mijn toekomst. Ik hou wel van pijpen. Ik hou heel erg van pijpen. Dat blijkt. Gewoon alleen dat. Yo, je moet alleen dat stukje gebruiken. En daar gingen de advertenties. Voor de video, weet je wel. Eerst dit. Gewoon voor pijpen. En dan voor Mario. Weet je wel. Yes. Kut, sorry. Oh. Cruising! Ons zat erop te wachten. Oh, dit. Ja, hoor. Verdomme. Leek, ik word nou niet boos. We gaan lekker cruisen voor bruisen. Dat ik zo moe van dit spelen. Kijk, Don en ik zijn gewoon brownskies. Ze gaan gewoon bovenlangs. Ja, heel plezier, hè? We treffen het niet. Heel kut. Nou, de eerste ronde maakt het toch niet zoveel uit. Nee. Maar we gaan gewoon committen voor nog een keer boven. Ga naar de kant! Wat nou? Jij zit tegen mij aan te duwen. We gaan gewoon committen voor nog een keer boven, Don. Kijk, we doen het gewoon. Haha. Goeie commit, boys. Zullen we gewoon nog een keer committen voor boven? Ja hoor. Ja, blijf gewoon boven. Nope. Wow, Don, je laat me in de steek! Fuck jou. Nu ga voor beneden, fuck jullie. Goed! Waarom blijf je zo lang boven, Joost? Joost, ik ben ook alleen maar beneden. Ik ben nog in één keer beneden geweest. Joost is het hoog. Oh, nee! Ja, ik was sowieso al dood. Come on! Hey joh. What? 2 dood? Dat is nog maar nooit geweest. Ja, maar iemand zit me te blokkeren, die shy guy. Die heeft mij te blokkeren. Ja, op Twitter. Oh, wow. Heb jij Twitter dan? Nee, fuck jou. Volg Duncan op Twitter. Backup. Een backup account. Wanneer krijg je nou je Twitter terug, denk ik? Ja, weet ik dus niet. Duncan. Waarschijnlijk wanneer ik boven de 13 ben. Maar dan ben je jarig, jongen. Ze hebben me letterlijk geband omdat ik ooit onder de 13 was. Je was ooit onder de 13, heel kut. Ik ben niet geboren als 13-jarige. Ja, maar Joost gaat nu pijpen. Natuurlijk niet. Waarom niet? Dit was niet een hele goede keuze, maar... Waarom zou je niet pijpen? Nee, dat wilde ik niet. Ik wilde geen 0 gooien. Kutzooi. Oh, nu ga je de temperatuur verhogen. Ik wilde nog een pick-out pijp kopen. Oh, lekker Jones. Doe het. Dat is gewoon 2 sterren. Ik dacht dat die... Oh, ik dacht oprecht dat hij maar 2 dingetjes had. 2 stacks ervan. Ik kan even blijven kopen. Oh, de temperatuur. Ah, net niet. Nog 1 iemand. Oeh. Waarom doet hij nou net niet? Wordt wel warm hoor. Oh, wat zei je nou? Het hot en... Hot en spicy. Oh. Hol en spijs. Heet in pitner. Oh! Jemig. Jezus, joh. Krijgt hij een ster, wedden? Wat nou als ik hier een ster uit krijg en dan ook nog 2 sterren van pick-out pijpen? Dat zou wel heel mooi zijn. Ja, maar dat gebeurt... Nee, Joost, nou moet je nou niet jinxen nu, hè. Kom op. Ik jinx. En dat is nog verliezen dadelijk. Ja, dat zal wel een stunt zijn, hoor. Vooruit. Want waar zit ze nou precies? Linksboven. Ja, maar welke spot van linksboven? De eerste na de uitgetekend. Oh. Gewoon weer 6. Wat ben je doen? Oh, daar gaat mijn geld. Ik heb lekkere munten. Ja, maar Link is hier tering goed in. Nee, zeg elke keer. Ja, maar het is wel waar. Oh, de Rumble Wave. Oh, de Rumble Wave is Link wel goed. Ja, de vorige keer zei ik het ook. En toen... Jezus! Al mijn geld. Alles weg. 0. Ja, behalve Shy Guy dan. Ja, ik ben ook 0. Jezus. Dus kan je gewoon niet verliezen. When you feel the strongest rumble. Maar dat is Link's favoriete game mode. Niet. Jawel. Hier ben je altijd goed in. Ik was weer te vroeg. Oeh. Jezus. Kijk hem. Gedeelde eerste plek met Link. Weer gewonnen. Heel goed. Wow. Kijk, heb ik nog wat geld over? 35. Ik heb 0 punten. Eentje meer. Fuck jou, Joost. Fuck you. Fuck you. Ik gun je die ene munt, Link. Gewoon fuck you. Ik gun jou die munt. Ik ben nou eigenlijk gewoon op achteruit gegaan. Ik ben al mijn 20 minuten kwijtgeraakt. Dat is wel lekker. Je zit gewoon op 0. Je kan niet eens pikken en pijpen nu. Ik kan wel pikken en pijpen, maar ik heb er niks aan. Ja, het is super zonde. Ik ga wel weer lekker duizend. Jij hebt daar nog tegen wel 2 pijpmogelijkheden. Ik ja. Ik ga weer terug. Doei. Hey. Succes hè. Oh, dat ijsje, kut. Welkom op het warme eiland, Link. Kut. Nee, doe dit. Ja, doe het, Link. Ja, maar... Ik wil het helemaal niet! Waarom niet? Ik ben bang voor het ijsje! Ik weet niet wat het doet! Ja, daarom ben ik bang! Dus ik krijg gewoon een ster! Ik denk dat je hallo, ik snap een ijsje! Hier, neem een ster! Hallo? Het is fucking Mario. Ja. Oh, ik heb echt het gevoel van... Je hebt een ijsje gesmolten. Hier, dankjewel voor al je muntjes. Of het is gewoon een broeikas. Je hebt toch 0 boeien? Nee, ik heb... Sorry, het is donker. Het is gewoon een broeikaseffect metafoor. Het hele eiland valt weg. Wanneer je te veel pijpt, gaat gewoon de wereld de verkeerde in. Ben ik gewoon game over. Nee, de ijs smelt toch. Ja. Dan gaat het, waterniveau omhoog en dan verzuipen we allemaal. Ja. Ik heb een 5. FIFA 5. Kijk, dan heb ik tenminste wat geld. Dank je. Heel goed. Kan ik weer vergokken. Maar misschien win je nu wel en krijg je 10 muntjes. Ik wil gewoon een coin minigame. Please. Coin minigame. We trouwens wederom weer niet op een normaal blokje terechtkomen. Hé, maar houd het bij elkaar. Jezus! Ja, jeet! Daarom omdat jij een maatje had. Ik heb hem ook. Ja, maar jij hebt 2 maatjes! Ja, maar dat vorige keer had Link eens 1 gewonnen, van mij hebben we 3 maatjes. Ja, maar ik voel hem vandaag niet. Oh, shit. Oh, wacht. Stinklink! Kudom. Oh my god. Even. Oh, dit is taai! We hebben een taai! Wat? Hoe jij? Bro, ik had je de hele tijd verder. What the fuck? Hoe was dat? Oh, ik was toch aan het winnen de hele tijd. Ja, en dat ding was exact in het midden uiteindelijk. Ja, fucking bullshit. Nou, zullen we hem maar gaan pakken dan? Ga jij even lekker pijpen, jongen. Gaan we doen. Lekker, Joost. Gaan we. Bada bing, bada boom. Van het kut-eiland af. Ja, voordat hij smelt. Ja, Link gaat hem smelten. Zoals ineens iedereen die op het eiland is, krijgt 10 sterren. Oh, Joost is weg. Ja, doe het. We weten niet wat er gebeurt. Maar ik neem aan dat Joost, ik denk dat je 1 moet gooien. Ik moet even 4 gooien eigenlijk. Gooi je even lekker 4. Gooi jij even lekker 4. 0, 4, 4, 4, 4. Ja, je hebt een ally. Ja, daarom doe ik ook zo. Superkut. Ja. Oh. Maar Joost, groen hè? Groen. Ja, al voor de kinderen bedoel je? Ja. Zo, dan kan ik echt veel sterren nakken krijgen zeg, godverdomme. Ja, van die dan. Oh ja, nee. Met een sterlul. Ja, not even gonna. Kan je dan die munten gewoon pakken? Ja, maar je kan ook munten verliezen, dus ik denk dat ik gewoon een safe spot neem en de brug over ga. Ja. Maar ik zou het niet doen, er gebeuren nare dingen op bruggen. Ik wil het niet jinxen inderdaad. Man heeft gewoon al 3 sterren, jezus. Ja, dat is wel heel veel, ja. Nog nooit zo goed gegaan. Kom alsjeblieft weer terug naar mij. Ik voel me eenzaam. Ik wil gewoon samen met jou het ijsje smelten. Oh, dat is nog nooit gebeurd. Oh, brug naar de start. Main event. Oké, dan ga ik de brug over. Toch wel? Nu, toch wel? Ja, misschien kan ik hem dan nog pakken, zeg maar, voordat ik mijn andere pijp gebruik. Hey, doe het lekker. Hè? Doe het lekker. Jij zit want dan kom je met de groene pijp, dan kom je uiteindelijk daar weer uit, hè? Maar waar kom je nu uit als links gaat? Bij de blauwe? Daar kom je net niet. Ah ja. Maar dat is wel... Oh, wacht! We gaan op dit uitroeptekens uitkomen. Oh, wacht. Uh-oh. Nee, maar kijk, nu gaat er een sterretje aan. Ja, en als er nog iemand komt, die krijgt dan een ster. Ja, die krijgt een ster. Dus als er nog iemand op dat uitroeptekentje landt, die krijgt een ster. En dan moet ik even 1, 2, 3 of zoiets? 3 of 4, denk ik. Nou, jullie hebben allemaal kansen. Je moet 1 gooien. Je hebt perfecte blok daarvoor. Je moet 3 gooien. Ja, 3. Ja, jij hebt een blok die 3 of 4 kan gooien. Dus ja, maar ik heb een ally, hè? Ja, maar je moet gewoon Luigi gebruiken. Ja, gooi 1, ja. Dan heb je eigenlijk gewoon 3. Oké, dan gaan we. Ja. Oh, 2. Oh, stinkbal! De stink ally. Zo. Ja, doe niks. Ja, maar dat is wel go back. Strategisch. De ster is daar. Ja, dan ga ik weer terug naar de start, toch? Ja. Oké. Ja, maar Joost is een pick-out pijp. Ja. Dus eigenlijk ga je er nu voor niks heen. Ja. Maar we wilden dit gewoon even. Maar Duncan heeft ook nog een pick-out pijp, hè? Helemaal niet. Duncan heeft de munten niet en jullie kunnen nu niet terug. Jawel, hij wordt gewoon weer gereset. Serieus? Ja. Die brug kan nooit kapot, alleen de zandbrug kan kapot. Ah. Hey jongens! Maar de zandbrug is ook nog nooit stuk. Link, smelt het ijsje. Ja, ik kan nog deze niet gebruiken. Smelt het ijsje. Anders ga ik terug. Doe die. Oké, dan ga ik jongens. Smelt. Eins. Smelten! Heel goed. Ja hoor. Is dat genoeg? We houden het even spannend, oké? We houden het even spannend. In de volgende aflevering. In de volgende deze midrol. Tot de volgende midrol. Godverdomme. Oké, nou nu, wat moet jij gooien voor de... Duncan moet 2. Voor de trouwens ook al een blauwe stuk weggekomen. Je hebt geen ally, of wel? Nee. Bowser Jr. Jawel, Bowser Jr. Ja, gooi 1 dan. Gooi 1, ja. Maar kan Bowser Jr. überhaupt wel 1 gooien? Ja, 1 of 2. Gooi bij jou ook 1 net. Oké. Ja! Daar gaan we! Hoppakee. Ik heb deze event nog nooit gezien. We hebben heel veel events. Deze is echt niet bijzonder. Deze hebben we al gezien, dus deze is echt niet bijzonder. Het is echt gewoon, ploep, hier ster, klaar. Thanks voor het verpesten van het moment. Nou, hey, ik vind het ik kon je ook overhypen. Nee, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind dit heel geinig. Ik geniet er wel van. Weet je waar ik ook van overhyped werd? Vulkanen, wat krijg ik? Gijzer. Vliegend eiland. Ik merk dat je ermee zit. Ja, teleurstelling. Godverdomme. Te veel teleurstellingen. Te veel teleurstellingen. Ik ben al blij dat deze video views krijgt zonder Fortnite. Ga het nou niet forceren. Sorry. Oké. En before, echt maar 20k. Go in minigame. Don't wake the... Dit is zo random. Deze is zo leuk. Dit is toch aaien zo. Aai de man. Ik hou van aaien. Aai de wiggler, de John. Ik was eerst. Ja, tuurlijk. Ja, maar de eerste keer boeit niet. Je moet nu wel spammen. Wiggle. Spam. Wiggle, wiggle, wiggle. Je kan 5 strokes pakken. Doe het zo druk als je wil. Kijk. Dat is helemaal niet waar. Hij kan ook gewoon bij de eerste al wakker worden. Ja, daar ben ik bang voor. Kan hij bij de eerste wakker worden? Ja? Tuurlijk. Dat gebeurt niet. Het ogen ging open. Het oog ging... Norta. Got hem. We gaan met Joost instant wakker worden. Ja. Oeh. Oké, nu moeten we rustig aan doen. I took the risk. Oh? Nu moet je rustig aan doen. Ja hoor. Ja, maar ik denk dat hij bij mij gaat wakker worden, omdat ik gewoon weer die derde ben. Ja, of de laatste bedoel je. Ja. Oeh. 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 Ja, dat is een goeie. Oeh. Subtiel aan het eind. Ja. Oh? Je moet wel bijblijven. Oh, zo al die laatste hoor. Heel goed. Maar gaat die door? Iemand moet het verneuken nu even. Oh! Ik denk, ik kan er nog wel eentje doen, omdat hij ervoor was hij gewoon chill. Ja, dat is dus zo random eraan. Hey. We hebben alle drie gewonnen. We hadden alle drie 8 punten. Pak jou dan. Dat is het kutte. Maar als ik door was, was het zo moeilijk voor jullie? Ja. Nee. Sowieso. Dan had je denk ik hooguit 1 stroke eruit kunnen halen. Ja, ik denk dat de persoon na Luigi meteen neer was. Ja, daarom. Dat was ik neer. Ja. Dankjewel, Don. De link is neer. En dan zou ik de enige winnaar zijn. Dus ik moest het risico, dat was een gecalculeerde risico. Kijk, ik zei een beetje... Nog 3 beurten nog maar? Ja. Nu krijgen we die hele uitleg. Ik heb nog niet eens een fucking ster. Wat een kutspel dit. En dat komt omdat er zo'n befaamd lang joch hier er al 3 heeft. Ja, daar had bijna 4. En hij heeft ook nog een pijp. Hé, expert, even vertellen dat ik... Luigi! Gefeliciteerd jongen, je hebt alvast gewonnen. Ja. Is dat zo? Onze expert heeft bepaald dat jij hebt gewonnen. Ja. Dus je krijgt een blijsblokje van hem. Oh, wauw! Dat is wel mooi, hè? Oké. Omdat hij denkt dat jij gaat winnen. Nou, dat vind ik wel heel fijn, weet je. En totaal niet omdat je achterloopt. Nee. Oh, wat een verrassing. Het is minstens... Hey, wat nou als er een heks komt? Wat nou als die in één keer de bad luck een extra bad luck maakt, Link? Wauw. Dat zou toch wel erg vervelend zijn. Gelukkig gebeurt... Het gebeurt ook nog. Gelukkig zijn echt maar 2 of zo. Wat? Eentje volgens mij maar. 1, 2... Got him. Oh, dat was hem. Oké. Wow. Oh nee, heel wat zijn dat? Heel vervelend allemaal. Wat doe ik hier? Bad luck space. Staat even op. Bad luck space. Bad luck space. Shy guy. Shy guy. Nee. Pik ouwe papa. Gaat gewoon papen? Ik pijp hem. Vind ik niet zo leuk. Ik pierdepoer hem, paardenpoer hem. Vind ik niet zo tof. Niet? Nee. Oké, maar waar komt hij dan zo direct terecht? Gooi even 1. Nee. Heb je nog allies? Ja, 2 stuks. Ik zie ze niet. Oh, daar. Bada bing, bada boom. Zo, jezus. Ik kan even 5 kilometer lopen. Oké, even een rondje de map. Dat is wel 9. Zou ik nog even een muntje kopen? Weer een pijp kopen. Ja, ik koop wel even een muntje. Nee, die pijp die is maar bij 1 winkel verkrijgbaar. Ja, helaas wel. En die gaat zo meteen smelten. De vulkaan, jongens. Ja, loop even over de zandbrug, joh. It's gonna happen. Kom op. Je loopt al zo ver voor. Ik ga wel over de zandbrug lopen. Ja, is goed. Dan verliest hij eigenlijk 2 manen. Manen? 2 sterren, sorry. Manen. Getting those maans. Hij heeft veel Odyssey. Mario Odyssey. Ja. Ze kwamen opeens met, hey, weet je wat? Fuck sterren, we gaan over de maan. Het laatste level niet, hè? Nee. Peach Castle heeft sterren. Ja. Fuck jou, dat is een spoilers. Jezus. En trouwens, Peach Castle is helemaal niet het laatste level. Want daarna heb je Moon en Darker. Spoilers. Darker Side, bitch. Spoilers. Oh nee, Joost gaat er nog weer naartoe lopen ook. Oh, daar maar Link zit daar al. Ja, maar niet meer daar. Oh. Ja, maar zo gaat zij ook verdrinken, omdat ik het laatste meld. Ja, maar het is een ananas, geen eindsie. Het is alleen een ananas. Pen, pineapple, appel en ananas. Ik ga niet over de brug, jongens. Ik hou het even spannend. Ja, maar dat ik ook deed. Ja. Ik denk aan de video, mensen. Louis helemaal bij de start. Snap ik. Hé, daar ben ik weer. Hey, pauze. Zal ik gewoon fuck it voor de 10 proberen te gaan? Ja. Wat voor item heb ik? Ja, dan kan ik bepalen waar je komt. Ja. Oh, dus en de airlines gooi je niet mee. Maar op deze kant van het eiland zitten niet heel veel interessante spaces op te landen. Nee, dat niet zozeer. Dus je kan beter gewoon lopen. Hopen dat je hoog gooit. Als je 10 gooit, maak ik een screenshot. Gotta boom! Maak screenshot dan af. Lekker, dat had ik net nodig. Ja. Gotta boom! Ik ga volgende keer niet meer Luigi kiezen. Hij brengt Luigi is je had gewoon bij je Mattie moeten blijven. Ja, dat blijkt maar weer. Gaan we, jongens! Maar wat nou als ik deze neem? Ja. Als je er langs loopt, dan kom je er al, hè? Je moet het niet zo spannend houden. Daar gaan we, jongens. We gaan het ijsje laten smelten. Badabim. 1. Badaboom. Ja, dat is voldoende. Koop iets. Pak een pijp, Link. Ja, dat is de pijpje zal het dan wel doen. Nou, ik hou wel van pijpen. Oh, maar wat er gebeurt er nu? Eerst Duncan en nu ook Link. Gaat-ie. Oh. Wat? Zo. Random. Wat? Het is randomized. Wat? De laatste is randomized. God damn it. Voor een ster. Nou ja, voor wat er gaat gebeuren met het ijsie. Oh. Met het ijsie. Ik zit te denken. Gebruik die paard nou gewoon, man. Maar ik zit te denken, is het wel slim? Nee. Hoezo? Jawel, jij gebruikt hem wel, want we hebben nog meer kans om het ijsje te laten smelten. Ja. Getting those ijsjes. We doen het voor de content. Fuck winnen anyways. En anders had ik hem gepakt in de volgende ronde. Ja, maar ik zou je anders willen winnen. Met bonussterren. Maar Duncan heeft nu 2 sterren, dus dat valt nog wel mee. Met de bonus meme kan hij nog pakken. Bonus meme? Ja, gooi deze maar, dat is leuk, dan ga je nog terug. Nee. Wasted pijp, ouwe pik. Pijp, ouwe pik. Nee, ik heb anders nog altijd Bowser Jr. Hè. Smelt. Hallo, ik wil even iets kopen. Wat wil je kopen? Ik wil een ster. Nee, mijn naam is niet genoeg voor de pk-pijp! Ja, nee, dan kan je niks kopen zodat hij gaat smelten. Jawel, ik kan niks voor €5 kopen. €5? Ja, volgens mij zo'n shroom. Ja? You sure? No. Ja. Dat is awesome, volgens mij is set, hoor. Ja. Maar sowieso moet je per se iets kopen om te smelten. Ik denk het wel. Ik denk het wel, ja. Dan gaat het pas smelten al op het moment dat ik dat heb gekocht. Ja, of Joost doet het even voor me. Hey, je turnt op de heat, dus doe dat ook maar even bij het ijsie, want dan gaat hij smelten. Ja. Hij gaat weer naar boven. Ja. Tyfus. Nou ben ik niet echt in de buurt. Ja, ik ben het dichtst bij... Ja, ik wel. Dom kan die makkelijk aan. Zo verdomd. Maar dan moet ik op de ding komen. Ja, dan moet je deze beurt moet jij dan komen. Gaan we. IJsje. Nee, volgende beurt komen en... IJsje. 5. Pik oude dobbelsteen. Ja, echt leuk. Of een dobbelsteentje. Of deze. Maar ik zit een beetje te twijfelen. Jongen! Het boeit echt letterlijk niet. Koop nou gewoon wat. Oh, ja, oké. Maak een screenshot alvast, hè, op het moment. Oh ja. Als hij smelt. Het is wel een memorabel moment. Maar hij moet nog wel goed komen. Screenshot! Wat gebeurt er? Maak screenshot! Ik maak screenshot! Wat gebeurt er? Hele galerij naar de tyfus. Oh nee. Als er een ster komt, ben ik heel het ijsje! No! De shop is gewoon weg. My precious goods. Sorry, but I've got to... Is dit alles? Dit is het. Dit is het. Dit is echt compleet kut. Hij is gewoon failliet. Ga ook even de brug over. Ik ga over de brug over. Ja. Ik denk dat hij nog wel een crack heeft. Oh, de brug is ook nog weg. En nu ben ik ook nog eens nat. Hoe kan dit nou? Je zweeft. Hé, je bent op een lucky spot. Ja, telt niet. Telt niet. Oké, maar nu is er gewoon de shop weg. Ja. Geen pick-up pijp meer. De shop en de brug. Heel kut. Ik vond deze heel anticlimax. Ja, ik had echt wat leukers verwacht. Jammer. Hé, het zit hem in de putten. Niet lekker. Jongens, gewoon niet bewegen, gewoon niet bewegen. Oké, kom met. Ja, fucking, ik word geduwd door Bowser Jr. Niet bewegen. Ook niet als hij dat daarop op, gewoon. Nee! Oh. Dikke botten! Ja, ik kan wel bewegen! Nee, maar ik zand er sowieso al. Nee, maar ik kan het over Duncan geen eens bewegen. Ja, fuck deze ronde hoor. Gewoon niet bewegen. Gaan we hier niet bewegen? Ja, fucking Bowser Jr. Gewoon blijven staan, commit. De allies worden echt wild. Dus committing. Fiets. Weet je, ik commit er wel, hè? Ja, je commit er wel. Ja. Oké, ik ga nu aan de andere kant staan, dan ga ik daar committen. Oh, dus half om half. Allemaal aan één kant staan, jongens, dat is schijnig. Je moet tegenover Bowser Jr staan, dan win je. We kunnen het leven! Oh. Ik committe wel. Nee, ik was ook committen. Ja, samen met jouw ally heb je gewoon gewonnen. Ja, samen met je moest juist tegenovergestelde plek van hem staan, want dan had je ook gewonnen. Ja, maar mijn ally die volgt me. Fuck hem gewoon. Stopt hem. Oké. Two turns left. Oké. Dat is echt mijn favoriete Mario spel. Hey, ga jij even min 1. Gooi je? Ga naar links. Ga gewoon even over de brug. Hey, ik zou het heel graag willen, maar... Ik werd wakker. Helaas. Millie werd wakker, jongens. Nee, ik ging het niet gebruiken. Jawel, doe het. Loop 5 rondjes. Loop 5 rondjes. Ja, je moet het hele rondje moet je doen. 1 is gewoon lachen. 9 moet je gooien. Gooi 1, gooi 1. Gooi gewoon 4 en... Maar hoeveel allies heb je? Ik heb niet echt iets om 1 te gooien. Hij heeft een Jons en een... gooi gewoon 4 met het blokkie, itempie, boostie aan. Ik gooi gewoon 4 zonder boostie aan. Op elkaar. Lekker hoor. Ik ga die nog halen, dus nee. Die 7. Hoezo moet ik het halen? Ik kan het eiland niet af. Nee, maar met die pijp kom je toch bij dat andere ding terecht. Ja, oké, dat is wel waar. Daarvoor moest je 9 hebben, geloof ik. Really? Ja, en dan kan dus je miste 2. Oh, Joost. Ik zie wel voor me dat jij er nog een teringster uit krijgt. Je hoort niet te winnen je eigen video, Joost. Even kijken. That's not how it works! Hey. You broke the rules! You broke the rules! Gelukkig is het compleet random, hè. Dus ik moet 4 hebben. Ja. Of 5. Ja, of 5, maar dan zit ik daar vast en dan kom ik alsnog niet verder. Nee, maar de beurt erop kan je dan weer pakken. Ja, maar is dit de 10e of de 9e? 9e. Dus je hebt deze, je moet nu op dat uitroeptekentje pakken, wil je sterren pakken. Anders ja, maar ik heb zeg maar... Oh ja, dan moet je hem. Ja, doe hem. Ja, allies werken dan niet trouwens. Dus maakt niet, je moet gewoon daarin komen. Dus je moet gewoon 4 aantikken en dan mee. Hoe? Diceblok klikken. Diceblok? Ja. En dan klik je ze. En dan kan je nu kiezen. En Koopa die gooit niet. Dus... Oké. Jullie graaien! Ik kan hem gewoon pikken op pijpen. Oh ja! Hij zat op de kieten. Het maakt er toch niet uit. Anders kom ik er toch niet. Don, helemaal konkelaten. Don, je kan nog naar Lekker toe gaan en dan de stersteden dan. Wat kun je wel doen? Waar naartoe? Bij Lekker toe, bij dozen. Als je die dozen, dan de goede doos. Ja, dus dan moest ik sowieso uiteindelijk hier naartoe. Ja. Maar dat was gewoon wel... Dat was wel mooi, want je helemaal, uitrekenen en linken in al die duizend van de pijp afvindt. Ja, ik was helemaal dat pijpje vergeten inderdaad. Dat is ook even een normale duizend. Maar dan ben je wel laatst gepijpt, dan ook al langer. Het is niet vriendelijk. Ik ga voor een unlucky. Got him. Oh, jammer. Ik kan nu een item krijgen. Wel min 6. Dit is wel We are in the home stretch now. Hé jongens. Ja. Beurt 9. Ik heb die ster te pakken. Je deed het yes. Ik ben zo trots op je. Dankjewel. Ik haat je. Ik hoop dat de ster gewoon weer komt voor Don. Dan gun ik hem wel. Ik gun Don die ster. Dat zou wel zo lief zijn. Ja. Ik ben wel een gunner. Bam, 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 bam. Land! Hij gaat naar boven, linksboven, linksboven. Hij is naar boven! Ja! Oh mijn god! Wacht, kan ik dat er wel halen? Ja, dan moet je wel goed gooien hoor. Oeh, hoog. Oh, maar als je ook die cadeautjes hebt, en je kan een ster... Heb je 30 muntjes? Oké, de volgende minigame moet jij gewoon minimaal 2 muntjes hebben. 2 munten, ja. Oké, wat krijg ik? Oh, die heb je nou sowieso de volgende. Als Don hem niet pakt, dan heb jij die van die ster. Ja. En dan kan ik ook nog eventueel een ster stelen. Dat kan voor jou stil, Joost. Dan kan ik nog winnen. Het kan alle kanten op, jongens. Hallo, ik ben Duncan en ik zit op een smeltend ijsjeseiland. Je kan er wel vanaf. Dat heeft wel niet te veel zin. Ja, je kan pijpen, that's it. 7 of 8. Ja, maar dat kan je niet gooien. Ja, misschien kun je nog beter voor die ally gaan. Welke ally? Dat je nog een extra ally krijgt voor de bonus eventueel. Bonussterren. Ja, maar hoeveel moet ik dan gooien? Moet ik 7 gooien. Ja, maar dan moet je nu eerst gewoon normaal gooien en de beurt daarop moet je dan... Ja, of... Nee, weet je wat? Ik ga gewoon fuck jullie. Ik ga mijn gokje wagen. Oké. Ik ga mijn gokje wagen. Wat ga je doen? Oké, man. Ik moet even 4 gooien of 5. Oh, je gaat naar het andere eiland. Oh, je hoopt dat als die ster gepakt wordt, dat hij dan daar gaat komen. Ja, want daar is hij nog niet geweest. Oké. Dat is waar. Ik weet alleen wel dat deze ronde geen ster meer gepakt gaat worden. Oh, wacht, maar je bent als je schoot als laatste, natuurlijk. Ja. Dus ik kan. Smart move. Smart move. Hé, dankjewel. Hey, smart move. Ik ben niet zo dom als Pascal. Zie ik in deze storm, maar gaat hij dan weer op het ijsjeseiland zitten? Als hij dan weer naar het smelten eiland gaat, word ik echt pissed. Dat zou heel leuk zijn. Coin minigame. Gaan we. Coin minigame. Coin minigame. Coin minigame. Oh, dat is een coin minigame. Alleen met deze krijg je niet heel veel coins. Nee. Wat is de bedoeling? Munt pakken, bliksem opwijken. Muntjes pakken. Wow. Jodio. Lekker graaien, jongens. Gaan we. Ja, maar what the fuck. Oh, bliksem. Oh, shit. Ik had 3 muntjes, met 3 muntjes kwijt. Je kan wel zien waar de dingetjes komen. Oeh, net aan ontweken. Weer nog oh, 5 muntjes. Jemig. 13, 13, 10. Oh, anders had ik wel 11 gehad, dus niet zeker het gedaan. Dus ik heb sowieso nu die ene plus 2 muntjes om die beide shit te doen. Maar nu moet ik er nog komen. Nee, finaal toch? Haal even dat steekje binnen, Jos. Ik wil weten waar de volgende sterplek is. Nou, we gaan het proberen. Dat doe je via Ron is als eerst, dus. Nee, ik ben als eerst. Jones is als eerst. Ja, maar ik bedoel, dit is als Jones. Eerste voor de ster. 5 ja, is leuk. 5 is wel geinig. Dat is wel leuk. Maar dan moet je niet 5 gooien. Nee, eerst deze. Als Joost hier een ster uit krijgt, hè? Dan is het echt heel kut. Dan moet hem echt dan mag Pascal binnenlopen. Nee, okay. Oh. Dat had het wel niet meer spannend gemaakt. Nee, ja. Dan was het de spanning echt weg. Maar nu kan het nog. Can be anyone's game. Ik denk dat Luigi gaat winnen, jongens. Ja, hem. Maar Link heeft best wel een sterk plan waarmee hij nog best wel de overwinning kan pakken. Oh, gaat volledig de pijpje in. Dat wilde ik eigenlijk niet, maar goed. Komt dan wel bij ons. Zeggen. Gezellig. Wel gezellig. Ja. Ja. Met de mannen. Pak jullie gezelligheid. Ik zit op een meloen. Gewoon gezellig. Een watermeloen. Zit je op een meloen? Je zit toch op een smelt ijsjeseiland? Oké, wacht. Nee, hoeveel moet ik gooien? Je moet 7 gooien voor de ster. De ster kan je niet meer krijgen. Jawel. 7. Heb jij een ally? Heb jij ally? Oké, ja, met ally kun je het wel redden, denk ik. En heb je items? Je hebt 2 allies, toch? Ik heb geen items. Je kan 6 of 7 gooien met die andere. Je kan wel die 10 gooien, maar dat is 1 tot 6 kans. Oh, met Luigi kan je 6 en 7 gooien. Ja, dan moet je. En met je ally, dan heb je hem. Dus je hebt 2 op de 6 kans. Ja, ik jij zou wel iets meer kans, met 5 kan hij ook nog 2 gooien. Ja, met 5 kan het ook, dus 3. Hij gaat 1, let op. Bup! Oh! Kut, daar gaat het plan. Want als Don die nu kan kopen... Het is het eerste geluk wat ik een beetje heb in dit spel. Maar als Don hem nu koopt, dan wint Joost automatisch. Oké. Ja, als je nu kist. Als je nu laakje toe pakt. Blauw. Rood. Ik zou rood zeggen. Oké. Lekker Don. Blauw. Oh. Sorry. Ik wilde echt dat je laakje toe kreeg. Het maakt het wel interessant. Ik was sportief. Oké, dus ik kan... Ja. En je kan de ster halen. Ja, je kan beide doen. Ja, fuck it. Dan heb je 2 en dan sta je gewoon voor mij. Shy Guy, dan wordt dat wel heel leuk. Dan wordt het spannend. Shy Guy, ja, spannend. Doe Shy Guy. Ja. Sorry Joost. Ik ben toch nu eigenlijk wel benieuwd. Met de bonus memes erbij. Ik begin toch al een beetje zwaar adem te halen, jongens. De persoon die de eerste sterft, wint nooit, Joost. Ja, dat is wel waar, maar ik wil niet afvallen. Ik dacht, ik heb best zo'n sure bet, weet je wel. Ja. En dan ben ik afhankelijk van de bonus meme. Nou, ik heb ook nog 50% kans om nog een ster te kunnen stelen. Ja, maar het is gewoon zo waardeloos. Shit, we zouden toch rakkeren in de laatste ronde. Oh ja, wie haalt de rakkers? Link, haal snel de rakkers. Ik ben nu aan de beurt, lul. Ja, god, dan wachten we echt. Pak jij even de rakkers. Hij is al geweest. Ja, ik wil dat ik rakkeren, want ik ga misschien verliezen. Joost, niemand hoort je meer. Joost wilde niet rakkeren, omdat hij anders zou verliezen. Dankjewel voor deze vertaling. Oké, kopen. Dan heb je nog maar 1 muntje, hoor. 1 muntje, nou, maar daar doe ik het wel mee. 2 sterren zijn meer waard dan munten. Maar als je gelijk komt met iemand, dan verlies je met de munt. Ja. Dat is waar. Maar dan hoop ik met de bonus meme weer te compenseren. Oké, ik heb 2 lef, een bokkie en een speciaal biertje. Een bokkie is ook wel heel lekker. Bok jij hem even lekker? Jij? Willen jullie een padrino of een leffen? Een leffen. Een leffen voor jou. Ja, maar Joost, wat gun jij mij? Helemaal geen leffen, jongen. Het is geen lekker blond. Even zo? Nee, het is lekker triple, dus lekker bier. Lekker blond. Oh my god. Ik heb gewoon weer terug naar de start. Godverdomme. Ja, wat je niet moet doen. Oh. Gewoon daar moet blijven. En zo. Bam! Ja. Overigens, proost mannen. Hey. Elkaar aankijken. Cheers boys. Drunk Mario Party. Lekker. Oké, Link, doe je ding. Ja, ik heb nu 50% kans om het nog interessant te maken. 50%? Ja, want als ik dan de ster... Maar je moet gaat de ster nakken. Als ik de ster voor jou steelt, heeft iedereen 2. Dat is fucked up. Oh mijn god, dat is fucked up, neef. 50% kans, oké. Dat is fucked up, neef. Ik heb ook nog een idee. Fuck jouw idee. Oh nee, ik heb geen idee. Dan moet je maar de juiste hebben. Oh mijn god. Ik zou voor blauw gaan. Ik zou voor groen gaan. Ja, maar dit is veel. Ja, maar je weet dat Lucio altijd zegt, hè? Groen! Kom op! Ja! Nee, dat meen je! Fucking bamboozle! Yes. Are you kidding me? Oh, ik ga lekker muntjes stelen! Ja, dit is lekker video, hoor. Ouwe, er gebeurt echt van alles in deze aflevering. Wat gaat... Fuck jou, Duncan. Wat? Nee. Zo, dat is ook wel een stunt. Nou is het echt heel kut. Gewoon 4 sterren had ik in mijn broemzang en het kwam weg. Ik dacht echt, Joost heeft al gewonnen, weet je. Ja. Maar alles kan weer gebeuren bij het Mario feestje. Ik heb letterlijk maar 1 laatste troef. En dat is gewoon op een blauwe spot landen, kubusje eronder. En dan een ster krijgen. Oh, ja, hoe groot is die kans? Dat is uiteindelijk. Wat als ik er 0 op land? Ja, dat zou nog kunnen. Dat zou ook nog kunnen. Oh. Ik heb wel iets meer muntjes dan jou. Ik ben wel heel verdrietig nu een beetje, jongens. Ik ben afhankelijk van de bonus meme. Ik vind het niet leuk. Hey. Iedereen. Ja, iedereen is afhankelijk van de bonus meme. Maar jullie hadden eerst no chance in hell. En nou... Helemaal rondjes lopen. Oh, dat is heel sip. Wow. Ja, jongen. Maar als jij uiteindelijk op blauw terecht kwam, had je dan ook nog hidden block kans? Ja. Oké. Maar dus wel... We gaan ervoor. Lekker rondjes lopen. Going big. Maar het is sowieso nu een minigame van 2 vs 2 of 1 vs 3. Dus lekker, maakt het wel weer interessantere minigames. Ik ga gewoon zo ver mogelijk gooien. Bada boom. Hoppakee. Zo. Jezus, dat je zo plus zo. 2. Dat is het meeste wat ik kan gooien. Rondjes lopen over het eiland. En nu... Rondjes lopen. Wel, waar kan ik heen? Je kan geen ster stelen. Ik weet dat ik geen ster kan stelen, maar ik wil gewoon... Echt wel, ik kan wel een ster stelen. Hij heeft geen genoeg muntjes. Oké, dus daar kom ik op rood uit. En hier... Maar dit is wel steal some coins, am I right? Waar kom ik hier uit? Hallo? Ik weet niet, op die blauwe. Die blauwe. Blauw heb je chance in hell voor... Ik zou daarvoor gaan. Het blonkie. Voor het blonkie. Doe het voor het blonkie, Duncan. Ja, let's go. Want op een itemspot kan je geen blonkie krijgen. Lekker rondje lopen. Ja, echt. Waarom kan ik niet gewoon 2 spotten lopen? Ah. Jammer. Nee. Jammer. Dat was wel heel erg geweest. Dan hoor ik bij Joost. Echt hoor. Nee. Godverdomme. We hebben allemaal het biertje weg. Als je het even de heren, mannen. Bob. Wat is belangrijker? Bier of... dit? Bier of deze hier. Oh, deze is wel geinig. Dus ik moet er rechtsboven pakken? Ja, rechts een beetje. Ik een beetje links en links de 300. Oh. Ja. Jezus, het komt net uit elkaar, joh. Juiste mannen. Heel netjes. En dan gaan we binnen. Nee hoor. Heel goed. Zo. Het scheelde niet veel hoor. En we mogen weer bieren. Lekker hoor. Ja, het scheelde maar 1 of 2 lampjes of zo. 2. Ja, kom op. Zo moeilijk is het. Als je hier bent met de CPU, dan is het echt helemaal kut. Ja, CPU's zijn super traag. Ja. Nou. Ja, daarom is het ook fijn dat we hier met z'n allen zijn. Weet je. We hebben alle bijeenkomsten en... Wat is het, joh? Nou. Welke maand is het? Fucking oktober. Jezus, de biertje is gewoon fucking 7 maanden overdag. Is deze dan nog wel goed? Ja, die wel. Ik check. Deze ook? 2019. We're back boys. Hey, Duncan. Rooster wel. Welke datum is het vandaag? Het is 24 oktober. Deze staat op 24 oktober. En dat kan het nog. Ja, maar hoe lang bewaar je deze troep? Man. Jezus. Joost bewaart zijn Joost. Ja, echt hoor. Ik vond hem al een beetje vaag smaken. Ja. Jij gaat straks kakken joh, dat is niet goed. Dat doet hij altijd. Ja. Ik vond hem al raar smaken, dat biertje. Zo, ze gewoon eventjes 7 maanden overdaad een bier te zuipen. Als je een beetje wil, pak maar een glas, dan vullen we even bij. Gadver. Nou jongens, laten we kijken wie er heeft gewonnen. Ja, we hadden gewoon die minigame bonus. Could be anyone's game. Dit heb ik niet gewonnen. Could be anyone's game. Ik denk dat ik dit niet heb. Nee, deze heb ik niet. Oh, oké. Ik zei nog dat ik het niet had, maar... Ja, nee, dat is dat nederige eentje. Ja, bescheiden. Slowpoke bonus. Dat... Oh, ik heb letterlijk nog... Nee, ik denk dat ik kan deze wel hebben. Ja, maar dan kan het nog verloren omdat ik die -6 heb en die minigame verloren. Jij hebt gewonnen. Hoe kut is dit, jongens? Ik had 4 fucking sterren de hele game. En Duncan weer. Ik ben wel tweede. Ik had niet superveel coins. Jawel, je hebt meer dan ik. Want evenveel op het moment voordat de minigame ging begonnen. De winnaar is... Duncan. Hey, nou, de meme dat de persoon die als eerste een sterrenpark verliest is alsnog bij deze confirmed. Ja. Wordt zo hard geteamd. Kijk nou even naar die graph. Jezus, wat kut. Dit is echt ultiem naar. Godverdomme, ik ben hier gewoon gemiemd. Gebonusmemed. Heel kut, dit is echt de raarste grafiek die ik ooit heb gezien. Ja, komt er uiteindelijk allemaal weer bijeen. Maar dit is gewoon mijn leven. Ik heb een groeispurt gehad en toen kromp ik weer toen ik oud werd. Ja. Heel jammer. Nou jongens, het was wel weer gezellig. Leuk dat jullie allemaal meededen vandaag. Ja, het was lachen. Gezellig. Ja, het was leuk. Ja, maar hebben die statistieken kijken, Joost? Oh, ik wil nog even naar de statistieken kijken. Even leuk. Knip. Ik had wel lekker veel coins, jongen. Je had 4 sterren. Minste coins. Ja, 4 sterren. Ja. Als ik de minigame had gewonnen, dan had ik gewonnen. Ik heb deze dus echt alleen gewonnen omdat jullie beiden samen zo gefocust waren op Joost. Dat ik gewoon... Ja, ik moest wel natuurlijk. Deze eerste won Joost, weet je. Ja. De eerste 6 categorieën had ik gewoon meer dan jullie. Alles. Dus het was er gewoon hier afhankelijk van de bonusmemes. Ja, ik ben gewoon letterlijk gekild door bonusmemes. Het is altijd gaat om de bonusmemes. Wat super kut is eigenlijk. Ja. Je hebt gewoon een uur gespeeld voor niks. Ja, helemaal je won zo goed. Jammer dit. Huilen met de pet op. Nu ga ik even kotsen, want ik ben misselijk. Wacht, Joost. Bedankt voor het kijken. Klik op onze hoofd om te abonneren. Ja. Klik op onze hoofd. Duimpje omhoog. En klik hier voor een nieuwe video. Joost gaat even barven. Later.